De heer Sjoerdsma die sprak in het slot van zijn betoog zijn afschuw erover uit dat de betrouwbaarheid van de journalistiek in twijfel wordt getrokken en ziet het als een bedreiging voor de persvrijheid. En dat vind ik opmerkelijke woorden uit de mond van de heer Sjoerdsma, die zelf iets meer dan een maand geleden nog openlijk twijfel zeide over de waarheid van bepaalde berichten die in Ongehoord Nederland, in het programma Ongehoord Nieuws, uit worden gedragen en riep zelfs expliciet op tot een verbod van deze omroep. Als er een aanval op de persvrijheid denkbaar is, dan is het natuurlijk wel het verbieden van omroepen. En mijn vraag is, maakt de heer Sjoerdsma zich er zelf niet schuldig aan dat hij de betrouwbaarheid van de journalistiek, in dit geval Ongehoord Nederland, in twijfel trekt? En vormt hij daarmee zelf niet een bedreiging voor de persvrijheid? Meneer Sjoerdsma. Nee, absoluut niet. Ik denk dat er in Nederland geen grotere partij is, een partij is die sterker voor de persvrijheid opkomt dan D66. En als het gaat over Ongehoord Nederland, dan heb ik het ook niet eens zozeer over mijn oordelen daarover. Ik bedoel, er zijn hier Kamerleden die jaar in jaar uit het Sinterklaasjournaal hebben gerecenseerd. Ik ga niet over de inhoud van programma's. Daar ga ik niet aan. Dat laat ik graag aan anderen. Maar op het moment dat de ombudsman, de onafhankelijke ombudsman, die overigens ook in het programma van Forum stond als een belangrijk instituut, constateert dat deze omroep de lijntjes te buiten gaat van de afspraken die gemaakt zijn. Op het moment dat de NCTV constateert dat er wordt gesproken over complottheorieën, omvolkingstheorieën die, ik zal hun parafraseren, maar die kunnen inspireren tot geweld en tot aanslagen zoals in Christchurch, Nieuw-Zeeland, Buffalo, de Verenigde Staten. Ja, dan is het inderdaad echt wel zaak dat we heel serieus kijken naar langs de lijn van de mediawet, volgens het proces wat daarin is afgesproken, of Ongehoord Nederland in het bestel hoort of niet. Meneer Van Meijeren. Ja, voorzitter, het is nogal wat. Alle beschuldigingen die hier worden geuit. De heer Sjoerdsma die legt een link tussen uitspraken in Ongehoord Nederland en de meest vreselijke terroristische aanslagen. Hij verschuilt zich hier achter een rapport van de NPO-ombudsman die hij onafhankelijk noemt, terwijl die ombudsman indirect door de regering wordt benoemd. En de heer Sjoerdsma heeft zelf, dus hij verwees daarmee niet naar de ombudsman, hij heeft zelf in een tweet aangegeven dat naar zijn mening bij Ongehoord Nederland desinformatie wordt verspreid. Herhaaldelijk. Kan de heer Sjoerdsma twee voorbeelden noemen waarin Ongehoord Nederland onjuiste berichten heeft verspreid? Meneer Sjoerdsma. Ja, voorzitter, misschien toch nog even één stap terug. Hè, omdat vanuit de zijde van Forum wordt gesteld dat ik allerlei uitspraken daarover zou hebben gedaan. Dat is de ombudsman geweest en dat is onder andere de NCTV geweest. De ombudsman, die ook in het programma van Forum staat, die denk ik gewaardeerd zou moeten worden door de heer Van Meijeren, als hij tenminste zijn eigen programma zou volgen, die constateert wel zeer ernstige feiten. En de NCTV, ja, ik breng niet die verbintenis tussen die verschrikkelijke aanslagen, maar de NCTV waarschuwt inderdaad voor een link waarin het voortdurend bespreken van omvolkingstheorieën inspiratie kan geven tot het doen, tot het ondernemen van die verschrikkelijke aanslagen die we elders hebben gezien. Ik neem dat zeer serieus. Ik zou ook hopen dat Forum de veiligheid van ons land net zo serieus neemt. Dus als hij het heeft over voorbeelden, dat is eigenlijk al voorbeeld nummer 1. Complottheorieën die worden verspreid. Voorbeeld nummer 2, ja, laten we het hebben over het favoriete onderwerp van de heer Van Meijeren, over wat er met vaccinaties en vaccinatiebeleid zou gebeuren. Overduidelijke desinformatie, ook vastgesteld. Onder andere door de ombudsman. Dus ja, laten we nou niet doen alsof dat een persoonlijke mening is, of laten we het doen alsof het een particuliere mening is. Dit is echt zeer serieus. Dank u wel, meneer Van Meijeren nog. U weet dat u 4 vragen totaal hebt, hè? U bent nu bij nummer 3, geloof ik. Ja, dat klopt. Ja, de heer Sjoerdsma die geeft niet eigenlijk geen antwoord op mijn vraag. Hij noemt heel grofweg 2 voorbeelden zonder aan te geven wat er nou naar zijn mening onjuist is. Omvolking staat in de vandalen als het demografische proces waarbij de oorspronkelijke bevolking van een land wordt verdrongen door immigranten. Dat zien we om ons heen. Daar maken heel veel Nederlanders zich zorgen over. En dat moet ook in een vrije samenleving besproken kunnen worden. Als het gaat over vaccinaties, geeft hij niet aan wat daar naar zijn oordeel desinformatie over is. Ik heb juist in heel veel andere omroepen gezien dat werd gezegd dat vaccinaties de verspreiding van het virus zou voorkomen en dat daarom mensen zich voor een ander moeten laten vaccineren, wat inmiddels aantoonbaar onjuist is. En de heer Sjoerdsma die
legt dus eigenlijk de lat heel anders. Hij zegt enerzijds, partijen aan deze zijde van de Kamer, die mogen nooit twijfelen aan de betrouwbaarheid van berichten in de journalistiek, want dat schaadt de persvrijheid. Vervolgens is hij zelf openlijk, inhoudelijk twijfel aan het zaaien over berichten in de media. Hij verschuilt zich achter de ombudsman, maar komt helemaal niet tot een daadwerkelijk oordeel over wat er dan onjuist is aan die berichten. Dus ik kan niet anders constateren dat de grootste bedreiging voor de persvrijheid een overheid is die omroepen wil verbieden. Dat hebben we voor het laatst gezien in de Tweede Wereldoorlog. Dat is de rookmelder voor een totalitaire staat in wording. En daarmee is het niet degene die de heer Sjoerdsma hier aanwijst als bedreiging voor de persvrijheid, maar de bedreiging voor de persvrijheid, die staat daar achter het spreekgestoelte en zit daar in vak K. Dank u wel. Ik heb geen vraag gehoord, maar ik kan me zomaar voorstellen dat de heer Sjoerdsma toch nog even wil reageren. Ja, eerst. Nou, toch een persoonlijk feit als onwaarheid. Dat wordt hier even de zaal ingeslingerd en daar waak ik voor. Het is niet de regering die de NPO-ombudsman benoemt. Het zijn omroepen die een voordracht doen, anders gaat dat een eigen leven leiden. Ja, dank u wel. Daar mag meneer Van Meijeren nog even op reageren en dan gaan we naar meneer Sjoerdsma. Ja, voorzitter, er is een hele schijnconstructie opgetuigd die een zogenaamde schijnonafhankelijkheid beoogt. De NPO-ombudsman die wordt benoemd door de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur die worden benoemd door de Raad van Toezicht. En de leden van de Raad van Toezicht die worden benoemd, oh jawel, door de regering. Nou, dus zo is de lijn weer rond. Goed om te weten. Dus de regering die beoordeelt wie de NPO-ombudsman is. Goed, ik stel voor dat we teruggaan naar de persvrijheid en veiligheid. Meneer Sjoerdsma, u had nog een reactie te goed op de heer Van Meijeren. Ja, voorzitter, en ik zal die ook reactie ook geven, omdat toen de heer Wilders het overgrote deel van journalisten wegzette als tuig van de richel, iets wat net door de heer Bosman nog steeds niet is teruggenomen. Toen kwam er natuurlijk ook een tweet van de voorman van Forum voor Democratie. En als ik me goed herinner, ik hoop dat ik hem correct citeer, was het strekken van het citaat: zo is het, om zich maar aan te sluiten bij de PVV. En kijk, al deze interrupties zijn natuurlijk ook, denk ik, voor een deel bedoeld omdat er ook enige angst is dat het daarover gaat. Dat we het hebben over het feit dat er niet alleen maar bedreigingen zijn op social media, maar dat ook vanuit deze Kamer er iets gebeurt richting journalisten wat wel degelijk schadelijk is. Wat bedoeld is ook om schadelijk te zijn. En ik denk dat dat wat hier gebeurt, het effect van wat hier in de plenaire zaal wordt gezegd, het effect wat de woorden van volksvertegenwoordigers hebben, dat we dat niet moeten onderschatten. Dat dat consequenties kan hebben in het echte leven hier buiten. Dat is duidelijk, dat heeft u eerder gezegd. Dus ik ga nu naar de heer Van Meijeren voor zijn laatste vraag aan u. En probeert u het ook als een vraag, want uw eigen bijdrage komt nog, dus stelt u vooral een vraag, bij voorkeur. Antwoord, maar ik gebruik mijn laatste interruptie heel graag even om toch nog een keer de hypocrisie van de heer Sjoerdsma te benadrukken. Hij maakt zich grote zorgen over de woorden tuig van de richel. Ja. Een partijgenoot van hem die scheldt hier een journalist in het parlement uit voor fascistisch. Zij krijgen aan de lopende band te maken met bedreigingen. Dit zijn uitspraken waarover het Openbaar Ministerie heeft geoordeeld dat ze strafbaar zijn. Dus voordat u hier met uw moreel opgeheven vingertje gaat wijzen naar andere partijen, kijk alsjeblieft even kritisch naar zichzelf.